De gemeenteraad krijgt van het UDES College onvoldoende informatie over de gewenste nieuwbouw van de Rode School. En dat vindt voormalig docent bouwkunde uitvoeringstechniek Martin Vissers van de Technische Universiteit Eindhoven. Nou ja, ik ben begonnen met dit hele verhaal toen er ergens naar voren kwam. Ik dacht in Brabants Dagblad dat ik tegenkwam, de Rode School wordt gesloopt. Dan denk ik, hoezo de Rode School wordt gesloopt? En dan aldoende kom je verder en dan kom je dat rapport tegen. En dan denk je, hey, dat is interessant, eens even kijken hoe ze daarbij komen. En dan zie je dat ze daar, en dat was voor mij toch wel het moment dat ik actie wilde nemen. Dus van, voor de nieuwbouw is 7,5 miljoen gereserveerd euro. Dus ik check het even bij de gemeente. En inderdaad, dat staat op de begroting voor volgend jaar. En dan maak ik vanuit mijn eigen deskundigheid een paar kleine sommetjes. Dat duurt wel een minuut of 10. Maar dan kom ik toch heel snel op zijn minst het dubbele uit. Dan denk ik van, hier klopt iets niet. Volgens het UDES College voldoet de huidige school aan de Schepenhoek niet meer aan de onderwijseisen. Volgens Visser kan voor het genoemde bedrag onmogelijk een school van vergelijkbare grootte worden teruggebouwd. Ja, stel dat uw studenten met zo'n rapport waren gekomen. Nou, dan kreeg hij het terug. Met dezelfde opmerking die ik net maakte van, toon het maar eens aan, maak het maar eens aannemelijk. En zet de kostencijfers eens allemaal op één datum en maak ze vergelijkbaar. Dus dit had nooit een voldoende kunnen krijgen bij u? Bij mij niet, maar ik ben redelijk streng, dat is bekend. Dus ik zou zeggen van, nou even met die nieuwbouw. Zullen we eerst even bekijken wat er allemaal mogelijk is voor het geld, wat we nu alvast een beetje aan de kant gezet hebben. In Uden wordt momenteel actie gevoerd tegen het slopen van de Rode School.